N1 Update. Het Plastic Fantastic Festival vond donderdagavond plaats in het museum het Valkhof. Het doel was om stil te staan bij de milieuproblemen als gevolg van plastic afval. Plastic, dat is niet één ding, dat zijn heel veel verschillende dingen. En hier achter ons zien wij heel veel verschillende soorten plastic. En ik stel me zo voor, dat is natuurlijk vast niet echt waar, maar dat al deze plastics ook uit onze oceanen zijn opgediept en hier zijn teruggelegd om ons te laten zien dat we een probleem hebben. Wat ik wil bereiken is dat mensen beter begrijpen, meer inzicht krijgen in hoe het milieuprobleem ontstaan is. Door al dat plastic wat wij gebruiken. Maar toch ook dat mensen op een andere manier na gaan denken over wat plastic eigenlijk is. Het mortuarium langs de Koningsweg in Druten wordt in de komende maanden opgeknapt en blijft gewoon in gebruik als mortuarium. De politieke partij Kernachtig Druten kreeg van inwoners te horen dat het mortuarium dicht was en er geklust werd en vroeg daarom het college van BMW om opheldering. Eigenaar Frank Komen maakt plannen om het gebouw op te knappen en gaat begin maart met de gemeente in gesprek om te bekijken wat er allemaal mogelijk is. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.